Parijs, Frankrijk. In de catacomben van Parijs vinden Locke en het Hunting-team de ring van Ark. Een machtig maar vervloekt magisch voorwerp. Ze hebben 30 minuten om de ring naar een veilige plek van het instituut te brengen, terwijl de organisatie elke uitgang bewaakt. Als alle hoop verloren lijkt, komt Dante op het idee valse ringen te gebruiken en het team op te splitsen om zo Defoe en zijn suits op een dwaalspoor te zetten. De erfenis van Thor. Venetië, Italië. Oké, nog één keer. Ik begin het te snappen, denk ik. Klaar? Laat maar eens zien wat je in huis hebt. Ik zal eens wat licht in je leven brengen. Met gloeiflits! Erewacht! Je mikt steeds beter, hoor, maar het was nog wel een beetje slap. Slap? Wat bedoel je met slap? Vond jij dat er slap uitziet, Jared? Maak je niet druk, Locke. Het gaat prima. Gewoon je best blijven doen. Maar ik doe toch mijn best? Man, wat doe ik dan verkeerd? Wat is er mis met mijn gloeiflits? Huh? Huh? Oeps. Lekker bezig, Tarzan. Gelukkig hebben we jou nog als een titan zich ooit vermomd als Dante's kapsel. Dat zou toch kunnen? Oké, laten we boven gaan oefenen. Oké. Huh? Dat is waarschijnlijk Guggenheim. Hallo allemaal, aan het genieten van een heerlijke middag. Wat vinden jullie van een reisje naar het hoge noorden? IJsland om precies te zijn. Klinkt koud, wat gaan we doen? Missie, de hamer van Thor. Ga naar de tempel van Thor. Bemachtig de hamer Mjolnir. Ik zal kijken wat ik kan doen. Nou, dat was alles. Veel succes, veilige reis en neem een trui mee. Seekers, we hebben een missie. Hij gaf ons maar weinig informatie. Waar moeten we eigenlijk beginnen? We beginnen bij het begin. Met een beetje speurwerk. Morgen gaan we langs bij een oude vriend van me in Londen. Ik heb zo het gevoel dat dit ingewikkeld gaat worden. De volgende avond. Londen, Engeland. Volgens mij zijn we te laat. Geen zorgen. Thursley weet dat we komen. Wacht eens even. Thursley? Werkt hij niet samen met Montague, de beste seeker van het Hunting-instituut? Ik weet niet of hij de beste is. Officieel staat hij op de tweede plaats. Ja, 3 keer raden wie er op 1 staat. Hoe dan ook, ik wil Montague vanavond niet tegen het lijf lopen. Wie is daar? Ik ben het, Thursley. Dante Vale. Ja. Oké, momentje. Hallo, Thursley. Hallo, Dante. Kom binnen. Ik zal je even voorstellen aan mijn metgezellen. Thursley, dit zijn Locke Lambert en Sophie Casterwill. Leuk je te ontmoeten. Hoi. Hallo. Is Montague thuis? Die is bij de club, racquetball aan het spelen. Waarschijnlijk zijn tegenstander in de pan aan het hakken. Ik zou het op prijs stellen als je ons bezoek voor je kunt houden. Je weet hoe die kan zijn. Ik zwijg als het graf. We praten hiernaast. Gaan jullie twee maar eventjes rondkijken. Maar blijf alert. Nou, wat kan ik voor je doen? Wat weet je van de Noorse mythologie? Nou, best wel een hoop eigenlijk. Iets in het bijzonder? Ik wil zoveel mogelijk weten over de legende van Thor en de hamer Mjolnir. Oh ja, Thor. Volgens Noorse legende was het zijn taak het Rijk van de Goden te beschermen. Hiervoor gebruikte hij een hamer die van bliksem was gemaakt. Maar wat heeft die legende met het Hunting-instituut te maken? Meer dan genoeg. Ik ben ervan overtuigd dat hij een seeker was. Ik begrijp niks van kunst. Maak je niet druk. Het is bijna hetzelfde als tv kijken, alleen beweegt er dan niet zoveel. Grapjas. LeBlanc zei altijd dat mijn moeder een grote kunstverzamelaar was. Ik kan me haar niet zo goed herinneren, maar ergens voel ik me dichter bij haar met al deze schilderijen om me heen. Eigenlijk net als mijn vader. Hoe bedoel je? Ik had altijd het gevoel dat ik hem niet kende, weet je? Toen ik klein was, voelde het alsof hij een geheim voor me verborg, dat ik nu pas aan het ontdekken ben. Het spijt me, Locke. Het geeft niet. Ik wou alleen dat ik het eerder had ontdekt. Moet je deze zien? Dat is pop art, toch? Niet helemaal. Huh? Jij zag hem toch ook, hè? Huh?
giganten soms bespioneren? Daar komen we maar op één manier achter. Kom op. Een Seeker? En dat niet alleen. Ik geloof dat zijn hamer eigenlijk een wapen was. Uit de grote oorlog tegen de Nullifiers. Het verklaart zijn enorme kracht die de mensen deed geloven dat hij een godheid was. Daar gaat hij! Oh. Jij daar! Stop! Ja, dat zal helpen. Kom mee! Hij is ontsnapt. Nee, hij is daar. Hypersprong! Lok! Maar ik weet zeker dat hij hier was. Lok, het was vast een illusie om ons te misleiden. Kom, we gaan het aan Dante vertellen. Wat ga je me vertellen? Ben je ons gevolgd? We hoorden geschreeuw. Wat is er gebeurd? Er stond iemand bij het raam, maar we hebben zijn gezicht niet gezien. Waar is hij heen gegaan? Hij kan overal zijn. Wat is er allemaal aan de hand, Dante? Daar komen we snel genoeg achter. IJsland. Ik hou van avontuur, maar dit gaat nergens over. Ik voel mijn gezicht niet meer sinds we uit het vliegtuig zijn gestapt. Oh, kom op, Lok. Kin omhoog en borst vooruit. Oké, als jij het zegt, Jared. Dante, weet je hoe ver we nog moeten lopen? Eens even kijken. Hier. Ik heb Dursley's informatie in mijn holotoom gedownload. Maar ondanks dat kan ik niet meer zeggen dan dat we in de goede richting lopen. Waarom stelt me dat nou niet gerust? Wen er maar vast aan, Lok. We zullen hier nog wel een tijdje zijn. Het heeft geen zin om verder te gaan. Laten we ons kamp opzetten. Daar beneden. Dit is interessant, zeg. Volgens dit boek dat Dursley me meegaf, zijn er in de Noorse mythologie 9 verschillende werelden, verbonden door een regenboogbrug. En de belangrijkste van deze werelden, Asgard, wordt bewaakt door Thor en zijn hamer. Fascinerend. En hier staat dat hij vroeger door de oude Noren vereerd werd, als de god van de gerechtigheid. Daarom denkt Dursley vast dat Thor een Seeker was. Jij leest te veel. En jij leest te weinig. Hier, morgen krijg je van mij een overhoring. Jippie. Dat ben ik veel te snel! Jared! Jared, alles goed? Maak je niet druk om mij! Er is iemand daar buiten! Is het iemand of iets anders? Oh, Lok! Doe dan iets! Blijf hier. Waar is hij gebleven? Kun je niet met iemand van je eigen leeftijd gaan spelen? Zalia, wat doe jij hier? Behalve me laten bespringen door amateurziekers zoals jij, bedoel je? Dante heeft me gevraagd. Oh, hier. Sorry, Zalia. We dachten dat er iemand buiten was. Het zou niet de eerste keer zijn. Ja, dat weet ik. Waar is Dante? Vertel hem maar dat ik er ben. Zalia, ben blij dat je ons hebt kunnen vinden. Nou, je hebt mazzel dat ik goed ben in locatiespreuken. Anders was ik al lang terug naar huis gegaan. Nou, dat kan nog steeds, hoor. Heel leuk. Zo, laat me raden. Jullie hebben de tempel nog niet gevonden? In één keer goed. We gingen de goede kant uit. Tenminste, voor het ging sneeuwen. Geloof me, het had ook erger kunnen zijn. Liever een sneeuwstorm dan de schildwachten. De schildwachten? Wie zijn dat? Dus, je hebt ook over ze gehoord. Waar hebben jullie twee het over? Weten ze dat nog niet? Er is hier een oude cultus genaamd de Schildwachten van Thor. Deze groep houdt al duizenden jaren de oude gebruiken van de Noorse goden in ere. Waarom krijg ik nou het idee dat ze tempels en hamers beschermen? Dat is nog lang niet alles, jochie. De organisatie heeft de cultus volkomen geïnfiltreerd. Dus als het goed is, weten ze ondertussen dat we komen. En ze zullen de hamer niet opgeven zonder strijd. Schildwachten van de Tempel van Thor. Beschermers van Mjolnir. Afstammelingen van de Azir. De titaan van Ymir zal spoedig ontwaken.
Maar eerst zullen we het eeuwenoude gebed van Asgard moeten voordragen. Ymir, aanhoor ons. Beantwoord ons nederig verzoek voor uw heilige bescherming. Wij roepen u aan. Wij ontbieden u. Ontwaak! Nu! Ymir! Kijk uit waar je loopt. Eén misstap en je eindigt op de rotsen. Hoe ver hebben we nu eigenlijk gelopen? 5 kilometer, misschien wel meer. Door die sneeuw zijn mijn nieuwe laarzen naar de knoppen. Waarom gebruiken we niet gewoon onze krachten om vooruit te komen? Volgens Dante moeten we onze krachten sparen. Welke spreuk gebruik je nu eigenlijk precies? Ik doe helemaal niks. Huh? Maar wat gebeurt er dan? Er komt iets aan. Blijf op je hoede. Ga uit van het ergste. Bedoel je dat? Oh. Ymir, aanval 6, verdediging 5, type Litho Titan strijder, afmeting kolossaal, speciale vaardigheden bondgenoten oproepen. Een ijsreus, daar heb ik gisteren over gelezen. Die is vast opgeroepen door de schildwachten. Ja, hier was ik al bang voor. Het is de Titan Ymir. Hij kan een leger ijswezens oproepen om hem te helpen in de strijd. Wat is je plan? Ik ga hem frontaal aanvallen. Jullie drie waaieren uit naar hier, hier en hier en proberen hem af te leiden. Lok, probeer erachter te komen waar hij vandaan komt door zijn voetstappen te volgen. Oh man, hij ziet er niet echt vriendelijk uit. Ja, weet je waarom? Omdat hij het niet is. Actie jongens, stormramp! Het werkt niet, hij is te sterk. Plan B, maak dat je wegkomt. Lok, rennen! Schiet op! Hypersprong! Wortelstrik! Schiet op, hierheen! Waar ben je mee bezig? Wat als er nog meer zijn zoals hij? We wagen het erop. We moeten zijn voetstappen volgen naar de tempel voordat de sneeuw ze bedekt. Opschieten! Dit ziet er niet goed uit. Nee. Blijf kalm. Oké, opgelet. Ontwaak Caliban! Komt tevoorschijn, Sabriel! Nu, Freelancer! Speciaal voor deze missie heb ik een Titan meegenomen. En het is tijd om hem in te zetten. De fik erin, Ignatius! Lok, Sophie, volg zijn sporen terug naar de tempel. Wij proberen hier stand te houden. Begrepen. Carrion, vertraag hem. Vulstraal. Hij is niet in ons geïnteresseerd. Hij probeert natuurlijk het geheim van de tempel te bewaren. Spinnenklem. Hij volgt ons nog steeds. Opschieten! Kijk uit! Nu eens zien of al die training zin heeft gehad. Ben je klaar? Ja! Pulsstraal! Pulsstraal!
niet zo simpel als het lijkt. Waar ben je nou mee bezig? Ah, maar waar is Dante? Hij probeerde ons te redden. En nu is hij in het ravijn gevallen. Wat hebben die gasten toch tegen me? Dante, je bent ongedeerd. Heb je daar ooit aan getwijfeld dan? Kijk, het ijs breekt af. De val van die reus heeft een hoop schade aangericht. Ik geloof mijn ogen niet. Daar is het. De tempel van Thor. Wat is het schitterend. Zo, nu we het er allemaal over eens zijn hoe mooi het is... heeft iemand een idee hoe we er ook kunnen komen? Geen probleem. Ik vlieg er wel naartoe met Kipper in. Wacht eens even. Ik heb iets gelezen. Iets over een brug? Vertel, wat is er met die brug? De brug zou de werelden van de stervelingen en de goden verbinden. Een regenboog, toch? Die zie je meestal tijdens een zomerbui. Dat klopt. Een regenboog ontstaat als de zon door kleine druppels vocht in de dampkring schijnt. Als we die omstandigheden nou eens na konden bootsen. Hey, jongens, ik heb een idee. Dante, kun jij Ignatius oproepen? Dit kan nog leuk worden. Laat maar eens zien wat je van plan bent. Ignatius! Ja! Kom op, Kipperin! Even wachten, we gaan samenvoegen. Snap je dat? Ah, en ze zijn weg! Zalia, de eer is aan jou. Er is niets waar mijn Strix geen gat in kunnen slaan. Ik denk dat het lukt. Wauw. Ongelooflijk. Lang niet gek. Een regenboogbrug. Het is hem echt. Oké, nu hoeven we nog maar één ding te doen. Kom mee. Oké, Tempel van Thor. We komen eraan. Wat was dat? Tante! Dat noem ik nog eens. Het ijs breken. Montague, wat een verrassing. Fijn je te zien, maatje. Ik heb deze hele fjord al afgezocht naar jou en je vrienden. Blij dat ik mijn sneeuwschoenen aan had. Hoe wist je dat we hier op missie waren? Mijn assistent had het er toevallig over. Hij heeft het me ontlokt. Geloof ik graag. Zo, het lijkt erop dat jij en je vrienden de magische tempel gevonden hebben. Het was vast niet makkelijk. Ik had het vanzelfsprekend een stuk sneller gedaan. Sorry dat ik je moet onderbreken, maar we zijn omsingeld door vijandige ijslollies. Zoekdekking! Ik los dit wel op! Benedek! Benedek! Ignatius, van! Nou, volgens mij is het maar goed dat ik in de buurt was. Ja, ik weet echt niet wat we zonder jou hadden moeten doen. Ah, kom op, Veel. Ik zit je maar een beetje te plagen, man. Ik wil de heren niet storen, maar de tempel is deze kant op. Precies. En nu we er toch zijn, kunnen we net zo goed die hamer gaan halen, toch? Na jou, Monty. Nog steeds een gentleman. Ik zie dat u het gehaald heeft. Wij verwachten u al in onze bescheiden tempel. Ik merk het. Ons is verteld dat u deze kant op bent gekomen om een specifiek voorwerp op te halen. Dat klopt. Deze kant op, mijn vrienden. Kunnen we die man wel vertrouwen? Wat denk je zelf?
Wij krijgen de deur niet open. Als hij ons binnen wil laten, volgen we hem. Maar als we eenmaal binnen zijn... Wees dan maar op je hoede. Welkom in de tempel van Thor. Ah. Wilt u zo vriendelijk zijn om hier te wachten? Mijn meester zal u zo meteen ontvangen. Wordt vervolgd.